oefening op onze mat. Dus ga maar op je mat liggen. Op je zij. Ja. En dan gaan we de schouderbuikspieren trainen. Om en om. Hoe doen we dat? Elleboog onder je schouder. Handen in je zij. Planken. En dan gaan we. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Laat je heupen steeds weer de grond raken. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 en 15. Als je het goed doet, voel je steeds weer aan de onderkant van je schuine buikspieren. Dus in mijn geval nu voel ik hem hier. En dan gaan we weer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 en 15. En dan gaan we weer. Andere kant. Om en om. Steeds weer 15. Dit wordt de tweede. En 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 en 15. En dan weer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 en 15. En dan gaan we voor de derde en laatste. Altijd zorg ervoor dat die elleboog precies onder je schouder ligt. Niet te ver naar voren, niet ook te ver onder je lichaam, maar gewoon precies onder je schouder. En dan gaan we. 1, 2, 3, 4. Heupen raken weer de grond. En dan weer helemaal naar boven toe. Zo hoog mogelijk. En 9, 10, 11, 12, 13, 14 en 15. Mooi zo. Laatste. En 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 en 15. Mooi zo. Hebben we de schouderbuikspieren goed getraind? Blijf maar gewoon even op de grond. Pak je gewichten. Pak ik deze. Flessen water. Zorg dat je die voor je hebt. Oké. En knieën omhoog. En dan gaan we. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 en 15.
Dat waren voor de borstspieren. En de... borstspieren en schouderspieren hebben we nou gelijk erin. We gaan nu voor de rechterbuikspieren. We gaan de kruntjes doen. Maar we proberen onze enkels aan te raken. En dan gaan we zo doen. 1. Terug. 2. En 3. En 4. En 5. En 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. En 15. Mooi zo. Dan waren de rechterbuikspieren. En dan gaan we door weer naar de borstspieren, schouders, een beetje van de triceps. Dat bereiken we met de press, bench press. Kom. En 5, 6, 7, je ellebogen of je bovenarm raakt de grond en dan ga je weer omhoog. Je ziet het gewicht ongeveer op ooghoogte. En dan gaan we 15 doen. Nog 5. Nog 4. Nog 3. Nog 2. En dit wordt dan de laatste. Oké. Voor de buikspier. Als oefening wat ik net heb gedaan. Als dat een beetje moeilijk is voor je. Dan kan je ook gewoon de kruntjes doen met gebogen knieën. En dan ga je dit doen. Is ook goed. Maar we gaan gewoon door met wat we net deden. En kom. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 en 15. En dan doen we nog een keer. Bentpress. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. En dat is 15. Buikspieren. Trainen, of nee, de billen even wat hoger zetten. Ja. Pak je elastiek. Zet die op je om je enkels. Pak een stoel. En dan gaan we de kleine bilspieren
en de grote bilspieren gelijk trainen. Oké, komt ie. Laat je voeten als het lukt gewoon zweven. Dus hier mijn linker, die hou je gewoon in de lucht. En 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 en 15. Andere kant. En 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dan waren de kleine bilspieren, dan pakken we nu de grote bilspieren. En 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. En deze hier pak je ook de hamstrings een beetje mee. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 en 15. En dan gaan we weer beginnen met 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 en 15. Andere kant weer. En 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bilspieren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. En dan weer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Laatste set van 15 herhalingen steeds. En 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. En 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Dat gaat verzuren. En 15. Laatste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15. En dan weer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Je voelt het. De bilspieren die zijn nu goed getraind. We gaan nu door met de triceps. En dat gaan we als volgt doen. Pak je flessenwater of je dumbbells. Je mag met twee doen of met één. Bovenarm blijft langs mijn oren.
Die bewegen niet. Rotatiepunt is mijn elleboog, alleen mijn elleboog. En ik strek mijn hand helemaal omhoog. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 en 20. En dan doen we de rugspieren erbij. Ga je een beetje leunen, zo. Aan de leuning van de stoel. Als je die niet hebt, zet je je hand op je knie. Zorg dat je schouders stabiel blijven. Dus niet zo, maar stabiel. En dan gaan we een beetje zagenbewegingen doen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Andere kant. Dan gebruik je even de leuning van de stoel. Dus het is zo. Schouders stabiel. Niet laten hangen. Stabiel houden. En dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. En dan hou je voor de triceps. En 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 en 20. En dan gaan we weer roeioefeningen doen. En komt ie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 en dat is 20. Andere kant. En dan weer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kom. We trainen nu onze rugspieren. Dat zijn de grote rugspieren die worden getraind. En dan vraag je je misschien af. Maar ja, we zijn toch bezig met onze armen te bewegen. Maar ja, deze beweging doe je omdat je rugspieren, een groot gedeelte van je rugspieren, zich aanspannen. Natuurlijk gebruik je ook een beetje van je biceps. Maar het is voornamelijk een goede training voor je grote rugspieren. Kom, laatste van deze, de triceps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 en dat is 20. En dan resteert ons nog het roeien. Positie nemen en schouder stabiel, dus niet laten hangen. Stabiel houden en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 en dat is dan 20. Laatste. En dan zijn we klaar. En 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 en dat is 20. Mooi zo. Energie stroomt weer door je lichaam. Je kan de dag weer aan. Dus, ik ga jullie een fijne dag wensen. Geniet van het weer weer. Lekker zon. En we zien elkaar morgenochtend weer om 8 uur. Want het is vrijdag. Dus morgen is het om 8 uur. En anders zie ik jullie bij een Zumba-les vandaag, vanavond om 8 uur in Ippenburg. Hey, tot ziens, een fijne dag. En we zien elkaar weer morgen of ergens anders. Een andere tijdstip, wie weet. Doeg!